Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben weer lekker thuis van een gezellig avondje bij mijn vriendinnetje Lisanne. Dat is zo'n jeugdvriendin die je niet meer dagelijks spreekt. Maar als je elkaar dan weer ziet, dan is het weer helemaal als vanouds. Lekker bijkletsen. Zoveel bijkletsen dat ik gewoon vergeet te vloggen. Sorry. Misschien volgende keer. En een zoontje, die zag ik ook weer. Oh, die is groot geworden. Lekker ding, joh. Hij lijkt op haar. Volgens mij liep ik dan springen af. Gadverdamme. Zijn we lekker thuis. De kerstman is geweest. Poepie. De kerstman is geweest. Zie je? Kan dat nou? Oh, maar ben je niet jaloers? Want de kerstman die schuift voor mijn allerliefste baby. Mag hij dat zomaar zeggen? Ik ken hem. Goeie vent. Ja? Ja, ik ken hem al langer dan vandaag. Hij heeft voor jou ook wat achtergelaten. Mag ik raden wat het is? Nee. Ik denk een pony. Een pony? Had je dat graag gewild? Ik denk die pony mij heel graag wil. Het is echt een groot kentel. Is dat kerst? Is dat kerst? Ja. Bij ons is elke dag kerst, toch? Oh, we kussen. Schattie. Ja. Oh. Als Sergio dadelijk met een kortslip loopt. Sorry. Oh. Trouwens, Lisanne zei dat waarschijnlijk wat jij elk jaar op je hoofd hebt, gewoon krentenbaard is. Nee. Herpes on the head. Maar weet je, schatje? Wij ownen die shit gewoon. Wij dragen die krentenbaard of herpes of herpes. Koortslip of whatever. Maar niet uit, we ownen hem gewoon. En dit is geen koortslip trouwens. Ik had wel een buis. Kijk nou hoe leuk, wat een attente buren. Ik ben onderweg naar de vogelkelder, maar ik moet even snel honden voorhalen. Het is bijna op en de kerst komt er natuurlijk aan, de kerstdagen en nog afgesproken met vrienden, dus dat gaan we anders niet redden. Dus maar even snel doen, hè. Let's do it. Geen idee. Geef geduldig wachten.
Foto. Ben jij aan het doen, baby? Ik ben ons fotoboekje weer aan het bijwerken. Laat de eerste pagina's zien. Oh, maar deze hebben we natuurlijk ook laten zien in de eerste vlog, hè? In de allereerste vlog. Dus als je die nog niet gezien hebt. Is heel romantisch. Ja, ook ontzettend scherp. Ja, nu is het goed. Daar begint het mee. Kaartjes. Hoe het allemaal is begonnen, wat we allemaal al hebben meegemaakt. The never ending story. Dat is eigenlijk noemen. Ja. De kaartjes van mensen. Hashtag. Superleuk. En we zijn inmiddels bij de kerst aangekomen. En de sneeuw sinds jaren. Oh, dat is wel leuk, want die vlogje komt zo meteen online. Leuk voor de kindjes en kleinkindjes. Niet te hard lachen, anders breekt het niet. Ja. Nog een paar fotootjes. Zijn er bijna. Vertel eens over je uitslag bij de huisartsen. Nou, ik heb nog steeds uitslag in mijn oog. En uitslag... mijn arm. Nee, nou ik heb dus eindelijk een uitslag terug gehad dat eindelijk iets zegt waar ik iets mee kan.